Paramaribo, hoofdstad van Suriname, is aan de vooravond van de onafhankelijkheid een opgewekt levende stad. Dat meer dan 100.000 Surinamers het land hebben verlaten, is in het straatbeeld van de hoofdstad althans niet of nauwelijks te merken. In een van de in Hollandse stijl opgetrokken wijken van het centrum worden de laatste toebereidselen getroffen voor de inrichting van de Nederlandse ambassade. Met nog 5 dagen te gaan worden her en der al feestelijkheden georganiseerd, zoals waterski-demonstraties op de Suriname-rivier, waar de Nederlandse onderzeebootjager Rotterdam het anker heeft uitgeworpen. Vele van die feestelijkheden en bijeenkomsten vinden plaats op en rond het Oranjeplein voor het paleis van gouverneur Ferrier, waar zich ook een standbeeld van koningin Wilhelmina bevindt. Opwekkingen als deze kunnen niet verhinderen dat ook in deze laatste dagen voordat Suriname een onafhankelijke republiek wordt, nog honderden Surinaamse gezinnen in volgeladen jumbojets het land verlaten. En intussen worden in Paramaribo in het gebouw van de Surinaamse Staten de laatste achterhoedegevechten om de inhoud van de grondwet geleverd. Oppositieleider Lachmon trekt tenslotte, na toezeggingen van premier Aron, de door hem ingediende amendementen in, waarna de grondwet voor de nieuwe republiek unaniem wordt aanvaard. Met een stevige handdruk bekrachtigen Lachmon en Aron ook hun eensgezindheid ten aanzien van de nieuwe Surinaamse vlag. Algehele verbroedering en grote vreugde. De vreugde zet zich voort buiten de Statenzaal, waar de mensen in honderden auto's langs de verlichte departementsgebouwen rijden. In de nacht wordt het standbeeld van koningin Wilhelmina op het Oranjeplein door een hijskraan van zijn sokkel getild. Dat gebeurt 's nachts om bepaalde gevoeligheden te sparen en mogelijke bekladding te voorkomen. Het beeld zal in het nieuwe Suriname een minder prominente plaats krijgen. 3 dagen voor de onafhankelijkheidsfeesten komt premier Den Uyl met een grote regeringsdelegatie in Suriname aan. Een dag later gevolgd door prinses Beatrix en prins Klaus. Het prinselijk paar dat logeert in het paleis van gouverneur Ferrier, die de eerste president van Suriname wordt, vertoont zich direct na aankomst aan de voor het paleis samengestroomde Surinamers. Die zijn op dat ogenblik nog burgers van het Koninkrijk der Nederlanden, maar 48 uur later zullen ze ingezetenen zijn van de Democratische Republiek Suriname, die na een koloniaal tijdperk van meer dan 300 jaar nu wordt opgenomen in de gemeenschap der onafhankelijke naties.